virtual time trial. 12 riders in the starting list. We will start with the first one. Great name from French inline skating. Representant de la France, Yacine Bagoudi. And we're gone with the first Junior A rider coming up, representing France, Yacine Bagoudi. One of the great talents in France coming up towards the finish line to set the first time of the day in the Junior A competition. Allez, 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 première fois. 18.195 is the time to beat. Meilleur temps. Second rider on the starting list, representing Germany, Tim Gegner. And he's gone from the well-known Gegner family from Germany. Making his way up to the finishing line. Wo sind meine Skatefreunde aus Deutschland? Wir werden es mal hören für Tim Gegner. 18.238. Dat betekent nog steeds the time to beat Yacine Bagoudi. Next rider on the starting list. Representing Denmark, please welcome Stefan Due Schmidt. And we're off. Of course, a warm welcome to all skate fans from Denmark. Welkom Denmark. Making his way up to the final curve, Stefan Due Schmidt coming up towards the finish line, trying to beat the time of 18.195. Yes. 18.014. A new unofficial time to beat 18.104. En Nederland, attentie allemaal, want hier is de krachtpatser uit West-Friesland. Hier is de vierde man op de startlijst namens Nederland, Tim Kieftenburg. Ah, hij is vertrokken. Kijk zo meteen naar die dijen en die kuiten van Tim Kieftenburg. Als ik de bovenste laag van het asfalt zou zijn hier op het parcours in Almere, dan zou ik niet blij zijn. Want kijk eens wat een knaller die daar komt hij aan. Daar is hij, de hulk uit Noord-Holland. Komt hij aan in de laatste rechte lijn. 18.014 is dit de kloppen tijd. Jawel, 118. 17.950 is de time to beat. 17.950 voor de regerend Nederlands kampioen op deze afstand. Next rider on track, number 5 on the starting order. Representing L'Espagna, Daniel Pilaverde. There he is, and we want to hear you, Spain. Bienvenidos, especiales para todos los socios españoles aquí en Almere. Venga, venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Para Daniel Villaverde. 17.950 is the time to beat. 18.327. Op dit moment virtueel goud voor Tim Kieftenburg, snelste tijd 17.950. Attenzione, per il prossimo corridore, representa l'Italia, numero 109, Cristian Sartorato. And he's off, Cristian Sartorato, strong rider from the Italian team. Also a member of the relay teams from Italy, coming up towards the final curve and now on his way to beat the time of 17.950. Avanti, avanti. There he is. 17.636.
3-6, 17-6-3-6, dat is de nieuwe snelste tijd, fastest time so far, bij Christian Sartorato. Hallo, next rider on the starting list, representing France, Raphaël Planel. Clear start by Raphaël Planel. And we want to hear you, Team France, for Raphaël Planel. Allez, allez, allez. Pour Raphaël Planel, 17.636 is the time to beat. 17.751. 17.751. And now on track, ladies and gentlemen, please welcome another medal winner in these Europeans in 2013, Almere, representing Italy, Stefano Gili. Clear start by Stefano Gili. Already two silver medals in the 500 and the 200 meter flying lap, but now trying to make his way up to the finishing line to beat the time of 17.636. 17.508. Fastest time so far, 17.506. Bij Stefano Gili. En opgelet Nederland, want er komt er weer eentje van ons. De meervoudig kampioen bij de junioren is hier. De krachtpatser hier voor Nederland. Rijdt hier Raymond Kwant. En hij is weg en hij kan dit, hè. Deed het al heel goed tot nu toe in de top 10 van het Europees kampioenschap inline skaten hier in Almere. Daar komt hij aan. Daar is Raymond Kwant. En hij gaat proberen om onder die 18 seconden te komen. Want dan tel je mee. Raymond Kwant is binnen. 17.377. 17.377. Snelste tijd. 17.377 voor Raymond Kwant. En we hebben er nog drie op de lijst. Next rider to start. Big name from French inline skating, representing La France, Alexandre Guillaumard. Just got off, already won a medal here in Almere in the 2013 European Championships. Fastest time so far by Raymond Kwant. Look at this, French dynamite coming up before the finish line. 17.121. Meilleur temps, fastest time so far, Alexandre Guillaumard, and two riders to go. Coming up, also multiple medal winner in this tournament, representing Belgium, Matthias Voste. En we zijn weg met Matthias Voste, de talentvolle Vlaming hier, die al dus medailles pakte in deze Europese kampioenschappen. Die het fantastisch deed, onder andere op de 300 meter waar hij het zilver pakte. En op de 1000 waar hij het zilver pakte. Hier is Matthias Voste, gaat proberen om de tijd van Alexandre Guillaumard te pakken. Ja! 17.360. Dan kan er nog maar eentje komen, dames en heren. Ik zie hier de politie Almere klaarstaan, jongens. Hou het flitpistool maar tevoorschijn. Want hier komt de Duitse gigant. Hier is de man die al 5 gouden medailles is. Final rider on the track. 5-time gold medal winner in these European Championships in Almere 2013. Please welcome German Dynamite Simon Albrecht. En daar is, daar komt hij aan, dames en heren. Boom, boom, Simon is onderweg hier. Misschien wel zijn 60 gouden medaille van dit toernooi. In de laatste rechterlijn moet hij gaan proberen. 17, 1, 2, 1 te verbeteren van, jawel, ho, ho, wat een tijd. 16.768. Simon Albrecht. Simon Albrecht. Duitsland.